Wow, worden wij kamergenoten? Ik denk het wel. Zullen we de kamer bekijken? Wauw. Het is een nachtmerrie. Mijn eigen bed. Oeps, het is kapot. Dit is geen kamer. Dit is een natuurramp. Ik heb een idee. We gaan het renoveren. Ik heb een plan geschetst. Een constructie overal. Gereedschap. Een helm. Ik heb alles wat ik nodig heb. Een papieren helm. Ik maak een verband van een sok. Klaar. Whoops, mijn bril is kapot. Tape kan het makkelijk repareren. Laten we dit doen. Dag, nachtkastje. De bedden zijn aan de beurt. De lamp moet nog verwijderd worden. Deze plank hier heeft geen zin. Het is ons gelukt. We zullen deze bouwmaterialen veranderen in nieuwe meubels. En de ladder zal goed van pas komen. Gereedschap is het enige wat ontbreekt. Schroef hier. Vuil hier. Verbouwen is erg leuk. Meten en snijden. Het is tijd om te schilderen. Schilderen is mijn favoriete bezigheid. Klaar. Kranten zijn niet alleen bedoeld om te lezen. Ik doe er een hoop lijm op en ik versier de muur met kranten. Dat is saai. Kijk uit! Misschien gebruik ik dit tijdschrift later wel. Er staan zoveel mooie foto's in. Ik kies de mooiste uit en plak ze aan de muur. Leuk! Geen vrije dagen. Ik zal hier iets interessants van maken. Bontjas, ik heb je nodig. Wow, deze hula hoop is zo glamoureus. Gordijn, prachtig. Bevestig een gordijn aan een hoepel. En je hebt een stijlvolle handgemaakte luifel. Bedmatras, check. Ik heb ook een matras gevonden. Alleen is het niet super comfortabel om op te slapen. Ik weet het. Ik maak een kussen van een vuilniszak. Nee, dat was niet het beste idee ooit. Maar mijn oude kussens zijn hier. Die hebben me nooit in de steek gelaten. Waar moet ik het plafond mee versieren? Een zachte deken. Mijn favoriete kussens. Nee, deze plek is niet chic genoeg. Ik weet het. Een kussen gevuld met geld is precies wat ik nodig heb. Nu kan ik even uitrusten. Wat is dit? Hoe is zij hier binnengekomen? Een munt? Ik stop het onder mijn kussen, zodat het me geluk brengt. Een plant geeft meteen een gezellige sfeer. Ik heb meer groen nodig. Het uitzicht hier is prachtig. Het uitzicht uit mijn raam zal net zo mooi zijn. Maar eerst moet ik een raam maken. Karton, potlood, schaar. Het raam is klaar. Wat lijm en het heeft luiken. Het uitzicht kan veranderd worden naar je gelang je stemming. Het is alsof ik rond de wereld reis. De beste manier om plezier te hebben voor mij is genieten van mijn geld. Lekker. Ruikt zo lekker. Ik zou ook wel eens iets speciaals willen genieten.
Ik maak een slang van mayo. En peper als ogen. Er ontbreekt iets. Natuurlijk. Lichten. Het ziet er hier zo gezellig uit. Mijn juwelen. Ik zal er decoratie van maken. De sfeer zal hier vanaf nu altijd feestelijk zijn. En ik maak een decoratie van gekleurd papier. Knip bandjes uit en plak ze in de ringen. Ik hoef het alleen nog maar in elkaar te zetten. Nu kan ik mijn versieringen ophangen. Leuk! Versier een pop met karton. Vorm een draad tot een hart. Wikkel er een LED-lichtsnoer omheen. En stop het in de pot. Ik heb een lamp. Ik moet alleen nog wat details toevoegen. Een kleed, een salontafel, een kluis. Nu is het perfect. Er is zelfs een make-up stand. Molly, ik ben uitgeput. Ik heb je hulp nodig. Hier ben je. Wow, een rubberen band. Perfect. Dat maakt het werk veel comfortabeler. Daar ga je. Je hebt mijn lipstift uitgelaten lopen. Ik moet het opruimen. Oh, handig rolletje. Ik maak een koffietafel van piepschuim en rolletjes. Ik ben een genie. Ik zal de planken versieren met de meest waardevolle spullen. Er is genoeg ruimte voor een kartonnen schoenen en een waterkoeler. Ik zal een foto nemen. Oeps, de tafel kon het niet aan. Een sok. Ik heb een idee. Ik maak een sok vast aan de plank. En nu heb ik een telefoonhoesje. Carrie, we moeten naar de les. Ik kom. Een sok is beter dan niets. Hoi, Fluffy. Vind je ons nieuwe huis leuk? Ik ook. Deze hond is zo schattig. Ik wil ook een huisdier. Baby Rat, wacht even. Wil jij mijn huisdier zijn? Ze zei ja. Inademen, uitademen. Om. Oh. Molly, help, ik viel. Carrie, help me eruit. Wow. Molly, je huis is zo gezellig. Je hebt een hoop interessante spullen. Laat me mijn make-up doen. En ik dan? Ik zal jou ook opmaken. Carrie, geen stapelbedden meer. Dit is onze beste kamer. Hij is ruim en goed ingericht. Je zult het geweldig vinden. Wow. Het is perfect voor ons. Hier is geld. Het laatste dat ik heb. Laten we beginnen met bouwen. Oh. Huh? Huh? Ik wil hier ook wonen. We hebben het beste gebied voor jou. Hoi, ik ben Robert. Wow, Carrie. Laten we onze nieuwe buurman gaan ontmoeten. Ik ben bezig. Ik zal hallo zeggen. Hallo. Sorry, alleen VIP's zijn toegestaan. Hoe onbeleefd is dat? Wat is dat? Deze spullen zijn niet goed genoeg voor mij. Wow, dat is precies wat ik nodig heb voor mijn huis. Dat wordt de lijst. En ik zal een sterke houten structuur bouwen. Plankjes hier en hier.
nog wat schroeven. En het bed is klaar. Arme dingen. Je kunt het gewoon laten bezorgen. Opschepper. Leuke stoel. En mijn bed is klaar. Kijk en leer. Hij is zo gemeen. Wauw, mijn huis zal gemaakt worden van karton. Muren. Maak ze mooi en strak vast. En het dak? Ik teken er dakpan op, zodat het er mooi uitziet. En ik zal mijn bed zelf schilderen. Mijn bed zal bedekt zijn met geld. En een geldkussen zal mij helpen slapen. Ik maak een grasveld voor mijn huis. Zaaien en water geven. Planten zijn de beste manier om een huis te versieren. Mijn bed zal het gezelligst zijn. Stoffen muren, een zacht tapijt. Gordijnen en mijn favoriete schilderij. Een zitzak. En een selfie. Ik kan hier wel iets vinden. Geld. Meer geld. Hier is het. Een gouden deken. En nu gaan we online winkelen. Dat is wat ik nodig heb. En een lamp. En hout. Betalen, betalen. Een rode loper en slippers om erop te lopen. Ik vind het geweldig. Ik zal er een paar leuke dingen bij doen. Er komt een accessoiretafel hier. Exotische planten zouden perfect zijn voor boven. En wat gezellige lampjes. En ik zal een stenen muur hebben. Al moet ik de stenen zelf tekenen. En laten we nu voor de schutting zorgen. Ik knip het uit karton en lijm het aan elkaar. Een kartonnen huisdier. Licht. Te gek. Een naamplaatje? Carrie woont hier. Dat is een rijk bord. Hilarisch, dit is hoe een rijk bord eruit ziet. Hoe durft hij? Ik zal mijn stress moeten wegeten met snoep. Waarom zijn je wikkels hier? Wacht even, ik heb een idee. Ik maak een helder gordijn van wikkels. Wow. Hier komt een raam.
maar ik heb een mooi landschap nodig. Klaar. Perfect. Schilderen is zo dom. Ik neem een tablet in plaats van een raam. En vandaag zal ik naar de oceaan kijken. Je bent zo grappig. Ik zou liever van dit uitzicht genieten. Waar is mijn deken? Ik heb een levering voor dit adres. Maar voor wie is het? Ik ben in de war. Het is voor mij. Er moet een puppy in zitten. Nee, dat is mijn ketting in de doos. Geef het aan mij. Mijn jacht zit erin. Een jacht past er zeker niet in. Dat zijn mijn nieuwe spullen. Ik weet niet voor wie het is. Ik breng het wel terug. Ik betaal, maar laat het pakje hier. Mijn best. Het pakje is van mij. Van mij. Nee, het is van mij. Geef het terug. Niemand? Ik laat een verrassing achter voor het rijke meisje. Dat gaat hilarisch worden. Huh? Wat? Wie heeft mijn schilderij verpest? Karton? Zij moet het zijn. Neem dit. Ik zal wraak nemen op jou. Wat doe je? Je hebt mijn schilderij verpest. Ik was het niet. Hij was het. Zo grappig. We moeten hem een lesje leren. Nee, niet doen. Maak me los. Wil je de laatste roddel weten? Absoluut. Waar zijn ze over aan het roddelen? Ik wou dat ik het ook kon horen. Dat is gek. Ze hebben het duidelijk over mij. Roberta, je haar zit prachtig. Deze hoofdband zal je goed staan. Wat vinden we van deze stijl? En dat is de heetste trend. Je hebt een felle kleur nodig, zoals deze. Echt niet, dat gaat niet gebeuren. De kartonnen tv is klaar. Ik zet Troom Troom op. En ik kijk Troom Troom op mijn tablet. Mijn favoriete video. Meiden, doen mee. Oh. Het is veel leuker met vrienden. En op een groot scherm. We zijn er. Deze kamer is behoorlijk ruw. Goed, we moeten alles verbouwen. Laten we ons klaarmaken om te bouwen. Ja, voorbereiding is de sleutel tot succes. Ik haal alles wat we nodig hebben. Hetzelfde hier. Ik ben er klaar voor. Ik ook. Ik heb een geweldige blauwdruk. Nee, we gebruiken de mijne. Nee, de mijne is beter. Echt niet? Ik heb een idee. Laten we een stapelbed bouwen. Hier moeten we eerst schoonmaken. Help me even, zusje. Natuurlijk. Maar eerst laat me de selfie nemen. Hashtag opknappen. We kunnen een bed bouwen met deze planken. Zet de tafel hier. Pak het gereedschap. Hou het frame vast. Ik heb het. Hallo? Hey!
Wow, waar ga je heen? Wauw, Carrie. Mooie stretch. Oké, ik zal je helpen. Deze bar gaat hier. En deze gaat daar. Nog één. Maak het vast. Nu de ladder. Een bed bouwen is zo leuk. Kijk eens hoeveel we al bereikt hebben. Carrie is hier goed in. Dit wordt het tweede niveau. Waarom doe je dat? Dit is voor het eerste level. Het onderste bed is van mij, begrepen? Geen denken aan. Duimoorlog! Ik win. Ik krijg het bed. Ik dacht het niet. Wat? Sorry, te laat. Oké, dan neem ik het bovenste bed. Ik zal het inrichten zoals ik het wil. Het is leuker met muziek. Dat is mooi. Te veel roze. Mijn favoriete konijn. Ik heb liever beren. En lichtjes om het gezellig te maken. Geen sprake van. Een baldakijn maakte er een prinsessenbed van. Ik weet het. Ik kan Carrie's shorts gebruiken om een gordijn te maken. Wat zei je? Snoepje, dank je. Onze muur is net een snoepwinkel. Vind je het niet leuk? Hé, man, ik heb je hulp nodig. Ik ben hier. Heb je het meegebracht? Zeker weten. Alle kettingen die je kon vinden. Waarom heeft ze zoveel kettingen nodig? Bedankt. Tot ziens. Nu heb ik een kettingversiering. Ik hang er pluizige wolken boven. En een ledslip. Verrassing. Laten we eens kijken wat je van deze spikes vindt. Ik kom naar beneden. Wat? Heb je iets gevoeld? Natuurlijk, maar yoga heeft me geleerd om kalm en in balans te blijven. Denk je dat we nog een kussen nodig hebben? In de vorm van een wolk? Goed idee. Een kussen naaien is makkelijk. Goed zo. Het kussen is klaar. Ik wil het. Nee, mijn wolk niet. Je mag dit hebben. Heel erg bedankt. Het is alsof we zweven. Haar lach maakt me ziek. Dat is beter. Terwijl Carrie slaapt, zal ik een lavakleed maken. Gewoon rode randjes erop lijmen. Nu is de vloer lava.
Een neonlint. Dat is wat ik miste. Vang de bal. Huh? Waarom? Ik weet het. Hoi, wil je ruilen? Oké. Ha, bedankt. Ik heb er altijd al één willen hebben. Is dat een vleermuis? Het zal zeker van pas komen. Een oude cd en een bal kan je veranderen in een discobal. Hey, ik geef een feestje vanavond. Mathilda heeft zichzelf leren lezen. Wat is dat voor geluid? Yo, dit is ziek. Ik kom naar beneden. Huh? Ze zijn gewoon aan het lezen. Wow. Oké. Feesten maar. Ik hou de viool. Is dat muziek? Gitaar is veel beter. Viool is de beste. Dat zou je wel willen. Hard rock all the way. Oeps, viool. Ik denk dat ik te ver ben gegaan. Wie is dat? Laten we eens kijken. Doe open. Het is een boze man. Ik ben je buurman. Leuk je te ontmoeten. Heb je de tijd gezien? Ik moet morgenochtend werken. Stop met spelen. Oeps. We hadden stiller moeten zijn. Zus, weet je wat ik me net realiseerde? Toen we klein waren, wilden we altijd al een stapelbed. En we hebben net onze droom waargemaakt. Echt kicken, toch? Laten we een foto nemen.